President Santokki bezocht op 4 september samen met ministers Ramadine en Seudin de gemeenschap van Allianz, waar op 20 augustus een deel van de dijk instortte en enorme schade veroorzaakte bij de bewoners. De dijk is inmiddels hersteld met hulp van een lokale ondernemer, NCCR en het Nationaal Leger. Eerder stuurde de president een delegatie om voedselpakketten uit te delen. Er zijn maatregelen genomen om de gezondheidszorg in het gebied te verbeteren en binnenkort wordt een ambulanceboot ingezet. De president beloofde verdere ondersteuning voor de gemeenschap, vooral gezien de verwachte springvloed in oktober. NV Havenbeheer presenteerde op 5 september haar uitbreidingsplannen aan president Santokki en TCT-minister Ramsaran. Door de groei van de olie- en gassector is meer ruimte nodig voor de haven. Het project houdt rekening met de Sustainable Development Goals, waarbij directeur Andreas Talea benadrukte dat het welzijn van het volk centraal staat. De president vroeg om een stappenplan en overleg over de eigendom van de gronden om verdere ontwikkeling van de havensector te stimuleren. 52 personen in Koroni ontvingen op 5 september certificaten voor vakopleidingen in lassen, hawasa en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Deze trainingen, georganiseerd door SAO in het kader van het Roko Fumik Muni project, bieden jongeren de kans om kosteloos een vak te leren. Minister Stephen McAndrew riep de deelnemers op om hun vaardigheden in te zetten voor de ontwikkeling van Koroni, met speciale waardering voor de ADL-cursus die bijdraagt aan de zorg voor ouderen in het district.